Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van Nathans Kunst. En wij gaan weer naar een kringloop. En dit keer weer in Haarlem, waar we al eerder zijn geweest in de shorts en in een video van de trompet. Nou, ik ben nog maar net binnen en ik heb alweer wat gevonden. Ik ga het niet kopen, maar ze hebben van oude spijkerbroeken één grote stof gemaakt en een krukje mee bekleed. Dus dat is een hartstikke leuk idee. Die gaan we even onthouden. En ze hebben planten, maar dat is altijd decoraties bij kringloop. Het maakt de kringloop ook wel leuker hoor, als er allemaal net planten overal in de potjes staan. Maar ze hebben hier gewoon nieuwe dingen. Hier, deze vazen zijn gewoon nieuw en daar hebben ze een prijsje op gemaakt van hun. Dus ja, dat is wel leuk. Hier, weer nieuwe dingen. Het lijkt wel van een tuincentrum te komen. Ja, ja, en je hebt hier natuurlijk de kast vol met camera's. Dat is echt een leuke kast. Er zitten echt heel veel leuke camera's in. Alleen, ze vragen er best veel voor hier. En dat doen ze sowieso bij alles wel, wat ze denken van dit heeft heel veel waarde. Maar als je gaat kijken, in het echt heeft het niet zoveel waarde. En ik wil zelf natuurlijk ook een kringloop ooit oprichten. En mijn doel is om dan de goedkoopste kringloop te worden van Nederland. Dus als jullie even abonneren, liken, dan kom ik in iedereen's algoritme. En dan kunnen we dat ook echt uiteindelijk waar gaan maken. Dus dat is wel vet. En ik heb nog niks gevonden, maar zodra ik wat gevonden heb, kom ik bij jullie terug. Nou, we komen bij de kopjes aan. En het is netter dan de vorige keer dat ik hier was met de shorts. Als je die shorts wilt terugkijken, hier in het i'tje. Maar het is echt netter geworden. En ze hebben het best gedaan op het schoonmaken. Het is echt heerlijk schoon geworden. En heel netjes gezet en op kleur. Dat is meer voor autistische mensen zoals ik fijn. En ja, ze zijn nog niet zo goed in prijzen, maar het zijn betere prijzen dan eerst. In de kast vind ik het nog wel een beetje prijzig, maar bij Elektra zijn het leuke prijzen. Het zijn sowieso leuke prijzen voor als je minder geld hebt, want het is altijd nog goedkoper dan de nieuwe prijs. Maar ja, dat is altijd leuk. En speelgoed staat nu ook voller. Maar ja, als kringloop ben je afhankelijk van de mensen die de spullen inkomen brengen. Dus komt niemand wat inbrengen, ja, dan heb je ook een lege winkel. En als je heel veel spullen hebt, dan wil je in één keer de winkel vol. En ja, dan komt het nog wel eens voor, denk ik, dat je iets over het hoofd ziet en dat het een beetje vies is. Maar dat kan altijd gebeuren en je kan als mens niet alles goed doen. Iedereen maakt fouten. Zo heb ik ook een fout gemaakt. Heb ik ook weer recht gezet, weet je. Ze hebben hier gewoon fotoboeken, nieuw in de verpakking, heel veel. Ze hebben hier heel veel leuke nieuwe spullen. Dus spullen die niet verkocht worden in winkels en die dan nieuw de winkel ingezet worden. Superleuk. Dus ja. Ik ga nog even naar boven kijken of daar wat leuks is. Maar wacht, ik heb hier nu wat heel leuks gevonden. Hier, ze hebben gewoon een heel rek met Barbies. Superleuk. En dan zijn we boven bij de meubels. En dan zie ik hier een hele mooie bank. Wat zou je denken dat daarop staat? Ik zeg 2,95. Kan, het is een hele mooie bank. Hij is groot. Dus het is een redelijke prijs. Alleen, ja, het is een redelijke prijs. Maar kringloop zijn leuk. Het is trouwens een oude autogarage dit geweest. Waar ze zitten, deze kringloop. Bij de onderdelen zie ik nog niks. Oeh, ze hebben wel heel veel gereedschap. Nog een mooie schroefmachine voor mij erbij. Nee, een schroefmachine. Maar die heb ik al. Even kijken. Ja, ze hebben heel veel onderdelen. Onderdelen is wel wat rommelig, maar dat hoort bij de onderdelenafdeling.
En ja, voor de rest is het een hele leuke kringloop nog steeds. Het is ook, ik heb wat favoriete kringloops. De kringloop in Schalkwijk in het winkelcentrum dan. De kringloop in Heemstede. De kringloop in Zaandam. Er zitten er twee trouwens. Ja. De kringloop in Zaandam waar ik video's heb gemaakt ooit. En deze dan. Dus dat zijn echt vier lievelingse kringloops. En ik hoop dat daar nog veel meer bij gaan komen. Want wat deze kringloop ook altijd heeft, is hele mooie lijsten. Kijk maar. Ik weet niet wat ik liet zien. Ja, ze hebben de lijstenafdeling echt heel mooi gemaakt. Dus dat is super mooi. Nou, ja, super mooie lampenafdeling ook. Met echt mooie lampen. Holy moly. Wat de fuck is dit? Een alien lamp heb ik hier gevonden. Dat is een alien lamp, noem ik hem nu vanaf nu. Oeh, dit is een mooie. Dit is een beetje mijn smaak qua lampen. Een beetje oud met industrieel. Dus dit een beetje. Dat is een beetje mijn smaak qua lampen. En de rest. Dus voor de rest hebben ze hier heel veel meubels. En is het een leuke kringloop. We zijn bij de laatste vitrine aangekomen. Daar liggen wel nog wat leuke dingen in. De vorige keer hadden we een trompet en nu hebben we een blokfluit en hele oude biljartballen en een oud roulette spelletje. En hier ligt nog een vlinder prepareerset met een telescoop erbij. Dus super bedankt voor het kijken naar deze video van Nathans Kunst. Ik hoop jullie weer bij een volgende video te zien en dan zeg ik nu alleen nog maar doei!